we naar de zee gingen, dan had ik zoiets van, nou, later wil ik graag op het water gaan werken. Ik ben begonnen met een elektroopleiding, het LTS. En van daaruit ben ik eigenlijk naar de MTS gegaan, ook elektrotechniek. En ik had eigenlijk zoiets van na 8 jaar van, ik wil wat anders, iets meer uitdagends. En toen kwam ik een foldertje tegen van de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam. Daarin werd de studie hydrografie beschreven. En dat leek me wel wat. Het werk is heel gevarieerd. Iedere dag ben je met iets anders bezig. 'S Morgens maak je een planning, maar vaak komen er zoveel dingen tussendoor dat het uiteindelijk helemaal anders afloopt. Het is gewoon heel avontuurlijk. Je maakt ontwerpen, je berekent volumes en gedurende het project stuur je die equipment aan. En aan het eind maak je de kaarten waar uiteindelijk alles wordt opgeleverd naar de klant toe. Ja, je zit vaak in het buitenland, dat maakt het extra spannend. Je komt op plekken waar normaal mensen niet komen, toeristen sowieso niet. Maar afgelegen plekken, Siberië, maar je komt ook op tropische stranden. Als je hydrografisch surveyor wilt worden, dan kun je het beste de opleiding Ocean Technology volgen op de Schelling. We hebben op dit moment 2 jongens hier vanuit de Schelling. En na een korte periode loop je gewoon mee in het schema met de rest van de surveyors.